ben echt net wakker. En mijn haar, zoals je ziet. Ik kom net uit bed. Dit is mijn net uit bed look. Ik wacht even totdat jij online komt. De ramen even dicht. Goedemorgen. We gaan even samen een klein wakker word ritueeltje doen. Als je daar ook zin in hebt, kom dan even staan. Want wakker worden, dat doe je met je lijf. En ik wil je laten zien wat ik doe als ik net uit mijn bed kom. En een van de dingen die ik doe is mijn lijf voelen. Dus ik ga staan en ik voel mijn voeten op de aarde. En je kan nu gewoon meeluisteren en denken, oké, dat ga ik later een keer doen. Of kom je ook gewoon samen met mij staan en dan doen we het samen. Ik voel mijn voeten op de aarde en ik begin altijd met ademhalen. Het voelt voor mij alsof als ik wakker word, dat mijn lijf ook weer wakker. Ja, dat er weer meer zuurstof in mijn lijf mag komen. Dus ik doe dat heel overdreven en echt met mijn hele lichaam. Dus wat ik doe is... heel veel zuurstof in mijn lijf pompen eigenlijk. En bij deze, en dit komt uit de Kriya Yoga, die is ook heel erg fijn om te doen. Als je je handen dus vooruit steekt en iets door je knieën gaat. En terwijl je dus naar buiten ademt, zak je iets door je knieën. En als je uitademt, kom je weer overeind. En bij deze, bij Kriya Yoga adem je dus altijd in twee keer in en in twee keer uit. En voor mij helpt het om echt... ja, die pomp aan te zetten. Ik weet niet of je meedoet, maar ik krijg het er meteen al warm van. Voel mijn lijf aangaan. En overdrijf het echt. Maak geluid en adem diep in en diep uit. Ja. En draai met je schouders. Het kan ook heel fijn zijn om ruimte weer te creëren in dat lijf. Wat de hele nacht zo heeft gelegen. Adem te voelen en ruimte te voelen. Ruimte creëren we met beweging, ruimte creëren we met ademhalen, ruimte creëren we met geluid. Ha. 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 En schudden. Schudden is ook een hele fijne manier om het lijf wakker te krijgen, aan te krijgen. Ha. Dus wat ik dan doe is mijn voeten stevig op de aarde zetten en mijn knieën eigenlijk zachtjes buigen. En dat gaat steeds sneller. Kundalini shaking heet het. Waardoor mijn hele lijf gaat schudden. En in het begin, als je het voor het eerst doet, zal het meer vanuit het hoofd zijn. En dan ben jij het schudden aan het doen. Maar hoe meer je leert om je over te geven aan die schuddende energie, hoe meer het kan voelen alsof er energie uit de aarde door je voeten, door je benen komt. En die energie jou lijf overneemt en dat je gewoon niet meer anders kan dan schudden. Dat je gewoon niet meer kan stoppen met schudden. Ja, en zoals je ziet, dare to be a little crazy. It doesn't matter if it looks silly, want jij hoeft het niet voor een camera te doen. Jij kan het gewoon lekker thuis doen. Dus ik ben de enige die hier er raar uitziet. Just do it your own way. En kijk dan hoe je lijf zelf wil bewegen. Misschien dat je voelt van, ik moet even mijn been strekken. Ja, en laat je lijf bewegen zoals het wil bewegen. En met je handen kun je ook lekker je lijf wakker maken. Door het overal aan te raken. En zeggen, goedemorgen lieve lijf. Joehoe, wakker worden. Goedemorgen.
been. Ah, da, 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 da. Ah, wat fijn om weer wakker te worden in een lichaam. Ik ben er weer, ik ben er weer, ik ben er weer. Oh my god, dit is een nieuwe dag. Oh, ik ben er weer, ja. And now there's the difference. Want toen ik dus wakker werd, had ik ook even zo'n gevoel van... Wow. Kun je wakker worden, maar als je dus gewoon op gaat staan en je lijf gaat bewegen, een beetje springen kan ook lekker zijn, of gewoon old school jumping jacks. Oei, 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 oei. In je hoofd schudden. En een beetje silly doen. Ik hoop echt dat je nu met me mee staat te doen. Don't leave me here. Ja, en dat hoofd. Het is fijn om het hoofd ook echt wakker te maken. Ik kan dus zo door je haren te schudden. Oh, shock als je geen haren hebt. Doe je alsof je energetische haren hebt. Al die stress en die spanning er even uit te schudden. En jezelf in je nek te masseren. Vergeet niet om geluid te blijven maken. Ja. Je nek is vooral lekker achter op die rand van je schedel. En dan is het heel fijn om je hersenen wakker te schudden. Door er op je hoofd te kloppen, op je schedel te kloppen, op je voorhoofd te kloppen met je knokkels. Alsof je alle hersencellen aan het wakker tikken bent. Joehoe, wakker worden jongens, het is een nieuwe dag. Hoi. Hallo. Die oren door jou aan te trekken, ga je letterlijk energie opwekken. Ja. Zo. Voor wie er mee heeft gedaan, laat me even weten hoe dat voor je was. Of je dit al elke dag aan het doen bent. En wat jouw ochtendrituelen zijn. Want zo kunnen we elkaar namelijk inspireren. Ik vind het fijn om in mijn lijf te komen, liefde te geven aan mijn lijf. En om mijn lijf te bewegen, geluid te maken, te shaken. Nou, zoals ik net heb laten zien. Maar wat vind jij fijn? Dus deel dat even in een comment, want zo kunnen we elkaar helpen, elkaar inspireren. En ik ben gewoon heel erg benieuwd om dat te horen. En dan wil ik afsluiten. Met een gevoel van dankbaarheid. Dankbaar voor deze nieuwe dag. Dankbaar dat ik weer mag leven. Dankbaar dat die prachtige boom hier in mijn tuin staat. En dat die zon daar echt fantastisch op schijnt. Dankbaar dat de zon vandaag weer is opgekomen. Dankbaar dat ik weer wakker ben geworden in dit lijf. Dankbaar dat ik Christa ben. Dankbaar dat een hele mooie vogel daar vliegt. Dankbaar, dankbaar, dankbaar. Waar ben jij dankbaar voor? En ik zat ooit eens in een therapiegroep. En daar waren de mensen nog depressiever dan ik. En die mensen, dan mochten we ook iets delen waar we dankbaar voor waren. En sommige mensen konden gewoon niks bedenken om dankbaar voor te zijn. Helemaal niks. Maar dat komt dus gewoon omdat het depressiemonstertje hun in de houtgreep heeft, zeg maar. En dan gaf ik ook de suggestie van, ja maar de zon is vanmorgen opgekomen. Dat is toch iets om dankbaar voor te zijn. Maar dus die mind, of het deel in ons dat ons onderdrukt, of het deel in ons dat bang is om groots te leven.
die gaat ook allerlei excuses verzinnen waarom we niet dankbaar zouden moeten zijn. En dankbaarheid is echt een kunst. Het is een way of living. Het is iets wat je steeds meer kunt cultiveren. Dus het is niet iets wat vanzelf komt, maar het is wel iets wat waarmee je momentum opbouwt. Zeg maar, als je één dingetje zoekt om dankbaar voor te zijn, wauw, die boom daar is echt prachtig om naar die boom te kijken. En die dankbaarheid durft te voelen, dan gaat het leven ook tegen jou zeggen, oh, you like that? I will give you some more of that. En zo ga je momentum opbouwen. En zo is het steeds makkelijker om dankbaar te zijn. De hele dag door extatisch te zijn van dankbaarheid. Van oh my god, I am fucking alive. I am alive. I am here. I'm so grateful just to be here. There's nothing that I need. Ah, het is gewoon hier zijn, hier zijn, hier zijn. Oh my god. Woe. Zo. Dat was mijn wakker woord ritueel. I am ready to rumble. Ik ga lekker een groene smoothie voor mezelf maken met lekkere spinazie en allemaal gezonde dingetjes. Dus ik wens jou een hele, 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 hele fijne dag. Vergeet niet in de comment te vertellen wat jij doet, wat je ochtendrituelen zijn en waar je dankbaar voor bent. Thank you so much. Mwah.